Vergeet Silicon Valley, want dit hier is Chocolate Valley in Zeelen. Met de grootste Belgische chocoladeproducenten op een boogscheut van elkaar. Ook gevestigd op het gloednieuwe industriepark Wijnveld, de Rocker Logistics. Een rot in het vak met meer dan 65 jaar ervaring in opslag en distributie onder geleide temperatuur. Het zogenaamde de Rocker Logistics 3.0 zet in op duurzaamheid en innovatie. Voor de uitwerking van deze nieuwe opslagplaats in Zeelen deed het een beroep op enkele gerenommeerde partners. Naast het welzijn van de medewerker is veiligheid primair in het nieuwe gebouw van de Rocker Logistics. Boplan installeerde flexibele veiligheidsbarrières en aanrijdbeveiligingen om zowel materiële als lichamelijke schade te voorkomen. Ons deel bestond er vooral in een product te leveren dat zeer hygiënisch is. Ons product is nagenoeg onderhoudsvrij. En ervoor te zorgen dat het ook technisch inzetbaar is in een gekoelde of geconditioneerde ruimte. Een ander voordeel van ons product is dat het perfect modulair opgebouwd is. Dat betekent dat het zeer flexibel in te zetten is en aanpasbaar is aan specifieke layoutbehoeftes, zoals hier het geval was. Op het laatste moment moest er nog aanpassing gebeuren. Dat is perfect gelukt met ons product. Het unieke aan ons product is dat het product gemaakt is uit flexibele polymeren. Dat betekent dat het product bij impact onmiddellijk terugkeert naar zijn oorspronkelijke vorm. Men noemt dat het actieve geheugen van het product. Dit zorgt ervoor dat na een impact het voertuig niet beschadigd wordt bijvoorbeeld, wat bij staal wel het geval is. Dat ook de vloer bijvoorbeeld, de betonnen vloerconstructie, dat die ook niet beschadigd wordt. De boten worden niet uit de grond gerukt. Om het personeel te beschermen hebben wij bijvoorbeeld de schermen die hier achter mij staan geïmplementeerd. Die zijn op maat gemaakt en zorgen ervoor dat het personeel dat uit de kleedruimtes komt eigenlijk perfect afgescheiden wordt van het verkeer en de werkzones. Anderzijds hebben wij ook de kritieke infrastructuur beschermd aan de hand van bijvoorbeeld kolombescherming rond dragende pijlers om daar beschadiging te voorkomen. En ten derde hebben wij aanrijdbeveiliging gemonteerd rond interne structuren zoals bijvoorbeeld de trap achterbij die moest afgeschermd worden. Een spraakmakend project met ambitie dus.